En op de eerste plek, absolute meerderheid, 13 stemmen voor, is Kunst voor Iep. De Kindergemeenteraad van 2017. In de politiek strijden kinderraadsleden van diverse scholen uit gemeente Wijchen 4 woensdagmiddagen met elkaar in de raadzaal van het kasteel in Wijchen. Tijdens de kindergemeenteraad mogen de kinderen een idee bedenken en dat presenteren op een politieke manier. De kinderraadsleden kunnen op deze manier een voorstel doen voor een project voor kinderen en de winnaar met het beste idee krijgt €2500 om dit plan uit te voeren. Iedereen heeft natuurlijk een goed idee, maar er kan er maar één winnen. Ze moeten eerbiedwaardig de eed afleggen en zich daaraan houden. Dit zijn niet zomaar kinderen, maar mensen met hun eigen idealen. Afgelopen week was de finale en het beste voorstel is gekozen. Hier volgen de highlights. Voor deze ronde van de kindergemeenteraad. Jullie weten vast nog wel dat we na de eerste bijeenkomst hebben we foto's gemaakt. Waar jullie als groep opstaan, maar wij jullie ook al individueel opstaan. En daar hebben wij een certificaat van deelname. Kijk eens. Ziet er toch best wel heel mooi uit, hè? Niet? Die krijgen jullie allemaal. Daar krijgen jullie allemaal een exemplaar van. En jullie krijgen nog een cadeautje, maar dat gaat de griffier zo jullie uitreiken. Tot slot, dames en heren, want dan gaan we echt afronden. Wil ik niet alleen jullie als kindergemeenteraadsleden bedanken voor al jullie inzet en het meedenken. Maar wil ik ook jullie vader en moeder, de leraren, de raadscoaches, laten we die ook niet vergeten. Die ook in de voorrondes jullie hebben meegeholpen. Jullie wegwijs hebben gemaakt in wat politiek betekent. Wil ik hartelijk danken, want zonder jullie gaat helaas de kindergemeenteraad ook niet verder. Die steun hebben we echt heel hard nodig. En ik wil jullie daar hartelijk voor danken doen en applaus. Volgende week volgt een special voor de kindergemeenteraad waar journalisten in spe aan mee zullen werken. Bent u geïnteresseerd in het vervolg? Kijk dan de volgende week weer met ons mee.